Dit is nee, toch nee, precies nee. Anouk, jongens. Kijk. Nee. Goeie mensen, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe video. Waar gaan we heen, Celine? Wat zijn we aan het doen? Wij gaan naar de Museum in de Malta Netherlands. Ja. We waren al een tijdje geleden uitgenodigd, maar het kwam gewoon elke keer niet uit omdat we het zo druk hadden. En nu zijn we dan wel te laat. Maar gaan we dus naar het Museum in de Malta Netherlands. En ik ben heel benieuwd, want we zijn wel ook naar Wonder geweest in Amsterdam. Dat was Upside Down. Wonder is het toch? Nee, Upside Down. Zijn we niet naar... Oh nee, ik ben alleen naar Wonder geweest. Ja, sorry. Nee. Sorry, toen was ik zwanger van Rie. Klopt, ik ben naar Wonder geweest. Wij waren naar Upside Down. Ja. Dus nou, dat is zo'n Instagram museum voor de mensen die het niet kennen. Dus wij gaan lekker parkeren en dan gaan wij daarheen. Ik ben benieuwd. En ze hebben natuurlijk een hele grote ballenbak. Ja, hebben ze dat ook daar? Ja. Okay. En ik gok met roze ballen. Heb je gezien dus? Nee. Ja, wel. Dat stuk heb je sowieso gezien. Anders zou jij niet zo... Oké, we gaan daar even heen. En we hebben Rie ook meegenomen trouwens. Rie zit achterin. We gaan even kijken. Ik ben sowieso benieuwd hoe Rietje het vindt ook. Want die is nog nooit naar zoiets geweest. Die heeft geen idee. Dus dan zien we jullie zo. Is er een familieplek nog voor ons? Dit is echt een domper. Dit is echt de eerste keer. Dit is de eerste keer dat er geen... Maar sowieso gaan die alleen families hier opstaan. Wij zijn wel echt de familie, jongens. Ja. En de andere kant, toch? Ja, we moeten er niet mee. Oké. Calling you up at 2 in the morning. But you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try, if you don't wanna stay. So how's it gonna be, you got me on my knees. I don't need no bros, Rie, gaan we naar binnen? Ja! To me, babe, ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. I don't want to close. Come on, get in, Rie. Whoa. Waar ben je dan? Oh, kijk nou, ik ga stuk. Zo leuk. Waar sta jij voor? Kijk nou, wat cute, Rie. Tear me apart when I know you don't want me. Cause I've been going fast and you wanna go slowly. Maybe I'm just wasting time. Tell me how you feel. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I just need some closure.
Marie, vond je het leuk? Dus die is helemaal, heeft helemaal voor. Hij is helemaal oververhit. Wij gaan eens even kijken of we hier ergens kunnen eten. Ik denk het niet. Aangezien ik geen QR-code heb. Maar goed, we gaan even kijken of we ergens... Hey, hoi mensjes. En ik ben in het huis van Anouk. En ik ben met hem. En wij zijn van de versierploeg. Want zoals jullie zien hier is Anouk 30 geworden. En er zitten allemaal ballonnen, maar er zijn nog niet genoeg. Want hier hebben we nog alle ballonnen. En allemaal helium. Dus Em en ik. Em, wat doe jij? Vertel even. De touwtjes knippen. Ja, Em doet de lintjes en ik doe de ballonnen. Dus dat gaan we even doen, jongens. De kaart is eigenlijk het allerleukste. The best things about being old is when your boobs break. Oh, dit is toch precies Anouk, jongens. Kijk. Ja, sorry, je bent 30, ik moest wel zo'n kaart halen. Omdat ik die andere ook aan heb gegeven. Ziet eruit, we hebben alle ballonnen gedaan. En tik hem aan. Wij waren een team. Mijn vriendin en ik waren een team. Zoals jullie zien is mijn gezicht nog niet echt flawless te noemen. Dus ik ga eventjes me opmaken. En ik dacht, ik laat jullie gewoon een klein stukje zien van hoe ik dat doe. Mijn haar is ook nog niet helemaal droog. En dan laat ik jullie zo de after zien. I'm mad at dreaming.
ook. Jongens, ik heb me opgemaakt. Wat een wereld van verschil. Ik ga even kijken. Ja, je ziet het. Ik ga even kijken of je het misschien in de badkamer net iets beter ziet. Ik heb trouwens dit jurkje aan. Je staat erop, Jill. Nou, Jill, je moet echt vaker oogschaduw doen. Staat je zo mooi? Ja, ik sta het niet mooi. Ik snap niet waarom je dat niet mooi vindt. Ik vind het dat je dit heel mooi hebt gedaan. Ik heb dus dit. Mooi. Ik heb dus dit jurkje aan. En dat is van Gucci. En ik heb twee opties eigenlijk qua schoenen. Dat zal ik ook wel even zo laten zien. Maar dit jurkje. Love it. Oké, ik ga naar de badkamer. Om het even naar de badkamer om make-up even beter te laten zien. Ja, je ziet het nog steeds niet heel goed. Maar goed.